Welkom bij deze wedstrijd, voetbalvrienden. Ik ben Siert de Vos en ik zit samen met mijn collega klaar voor een wedstrijd die volgens de regels van lange afstand wordt gespeeld. Jeroen Guter, leg eens uit. Hierbij telt een doelpunt van buiten het 16 meter gebied voor 2. Oh, ik zie het. Ja, dit is natuurlijk een kolfje naar de hand voor de afstandsspecialist onder ons. Zorg dat je op de rand van de 16 in stelling wordt gebracht en dan uithalen voor deze speciale beloning. Dit is vandaag de basiself van Real Madrid. Spelers die vandaag voor Barcelona aan het duel beginnen. De formatie waarmee ze het veld betreden is een 4-3-3. Dus drie middenvelders en drie aanvallers. Ja, in tegenstelling tot 4-2-4 heb je bij dit systeem een extra middenvelder ten koste van een aanvaller. Dit stadion heette tot 1955 nog het Estadio Chamartín, genoemd naar de wijk waarin het ligt. Maar toen kreeg de naam van de voorzitter van Real Madrid, Santiago Bernabeu. Don Santiago Bernabeu. De man die van Real Madrid een toonaangevende club in Europa in de wereld maakte. Ja, want vrijwel direct na zijn komst kwamen de grote successen natuurlijk. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Zo, hij houdt hem gewoon tegen. Nou, ik ging ervan uit dat hij zou scoren. Netjes die bal weggewerkt. Gnabry. Victor Lindelöf. En nu wordt het oppassen. Hij raakt hem. Haha, mooie goal zeg. Heerlijk afstandsschot van deze speler. Hij raakt hem geweldig. Nou, Hoornhof. Een prachtige techniek. En van deze afstand tel ik die doelpunt voor 2. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver, maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen. Witzel. Fred. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Te vroeg vertrokken. Hij staat buitenspel. Pablo Sarabia. Lege partij aan de bal. Mario Götze. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, geweldig. Doelpunt. Hier zie je dat er eerst goed wordt opgebouwd. En dat hij dan vrij voor de doelman kan komen om het af te ronden. Wat een mooie actie zit voor die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Dit doelpunt vanuit een andere hoek. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie het, dat bevalt hem wel. We gaan verder met een afgetekende score. 4-0. Harry Maguire. French. Mario Götze. Marco Reus. Wat gaat hij hiermee doen? Goed verdedigd dat schot. Mario Götze. Bal wordt teruggelegd. Raak.
Zo mooi geplaatst. Heel netjes hoor. En een mooie ook. Weer een doelpunt. Real Madrid vergroot de voorsprong. Ze hadden al weinig te vrezen, maar ze blijven maar doorgaan. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0. Fritsch. Hij zit er goed tussen bij die pas. We hebben nog niet zo lang gespeeld en meteen al een flinke overtreding. De doelman krijgt een rode kaart voor die overtreding. De scheidsrechter beoordeelde die sliding goed hoor. Terecht gefloten. Zo, dat is een keiharde actie hoor. Echt gevaarlijk om op zo'n manier sliding in te zetten. De verdediging werkt die bal goed weg. En nu snel schakelen voor de counter. Alsnog een gevaarlijk moment. Goal, goal voor Real Madrid. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn hand zetten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En daar heeft hij de bal veroverd. Serge Gnabry. Mario Götze. Die bal mag erin. Die bal gaat er schitterend in. Kijk eens hoe die bal mooi wordt rondgespeeld. En hoe ze hem dan vrij spelen voor de keeper. Knappe aanval. Hier nog een keer in herhaling. Hij wordt prachtig aangespeeld. En dan kiest hij ervoor om direct te schieten. Goeie beslissing. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. De scheidsrechter gebaart de spelers van Barcelona dat ze door mogen. Serge Gnabry. Kan Real Madrid hier? Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Eric Choupo-Moting. Götze. Mogelijkheden voor een counter. Nee, ze slagen er niet in die counter af te maken. Pablo Sarabia. Nani. En Barça raakt de bal kwijt. Fritsch. Gaat hem schieten. Zo, die zit er lekker in, zeg. Wat een knal van buiten het 16 meter gebied. Ja, en de keeper kon hem niet tegenhouden. En als hij had geprobeerd, dan was hij met bal en al door het net gegaan. Van deze afstand is die treffer 2 punten waard.
Laten we kijken hoe dit afstandsschot er in de herhaling uitziet. Formidabel doelpunt hoor. Van een flinke afstand op de pantoffel genomen. En de keeper kan hem niet tegenhouden. Ja, dan heb je niet alleen kwaliteit, maar ook lef. Als je van zo ver durft te schieten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. De doelman zit ertussen. Oh, wat een ongelofelijke kans. Die had erin gemoeten. Maar ja, ook sterk gekiept hoor. Al naar het midden. Het ziet er veelbelovend uit. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Axel Witsel. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. En dat is niet toegestaan. Een overtreding van Real Madrid. De scheidsrechter toont genade. Want hij had hier zomaar weer rood kunnen trekken in plaats van geel. Ja, ze zullen nu hun kalmte moeten bewaren. Want anders loopt het helemaal verkeerd af. Pakt de bal goed af. Zijn pas komt rechtstreeks bij de tegenstander terecht. Mario Götze. Marco Rob en hij komt eruit met de bal. Wat een geweldige bal! Wat een weergeloze individuele acties. Hij gaat er vandoor en uiteindelijk weet niemand hem af te stoppen. Hij rolt de kant af. Je kunt toch zien dat ze kwetsbaar zijn bij een counter. Ja, ja, absoluut. En hij maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Schitterende uitbraak en heel kundig afgerond. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Heerlijk toch al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En Barça raakt de bal kwijt. Real Madrid eist de bal grotendeels voor zich op in deze wedstrijd. Ze controleren het middenveld en zetten hoog druk op de bal. Dit kan nog een flinke uitslag worden. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Boateng krijgt de bal te pakken. Choupo-Moting. Pablo Sarabia. Royce. Götze. Hij mag er langs van Boateng. Pablo Sarabia. Lucas Hernandez. Jadon Sancho. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. Royce verliest de bal. French. Mario Götze. De keeper pakt hem. Het was een goed afstandsschot, maar de keeper reageert adequaat. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Uiteindelijk loopt het op niets uit. Dus opnieuw, daar is het schot. Redding van het doelman. Een uitstekende reactie van die doelman op de kopbal. Zijn tegenstander probeert een sliding, maar hij ontwijkt hem.
Julian Draxler. Choupo-Moting. Komt steeds meer naar voren. De speler van Real Madrid begaat daar een overtreding. Dit loopt maar net goed af. Voor hetzelfde geld hadden ze weer een rode kaart gekregen. Ja, inderdaad. En dat krijg je dus als je een stel heethoofden op het veld hebt staan. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Er ligt een counter op de loer. En met de bal aan de voet de uitbraak. Ratatatata, hier zit alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de brommer staat er. Oh, springen, tak, 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 goal! Ah ja, de schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dat slaan ze gedaanloos toe. De keeper valt hier helemaal niets te verwijten. Hij stond alleen tegenover twee man. En als ze het dan goed uitspelen, doe je daar helemaal niks aan. Precies, het gaat dan om de timing en hoe je het uitvoert. Heel secuur, dat is perfect uitgespeeld. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie je het, dat bevalt hem wel. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. De scheidsrechter gebaart de spelers van Barcelona dat ze door mogen. Actie van Marco Reus bestraft. Marco Reus krijgt een gele kaart voor die overtreding. De scheidsrechter moest wel fluiten voor die ingreep. Die ingreep was inderdaad te stevig ingezet. De scheidsrechter fluit terecht voor een vrije trap. Op tijd geanticipeerd om het gevaar te neutraliseren. Denis Cheryshev. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Wat een geweldige bal! Voor de tegenstander het echt door had, was hij al buiten bereik en kon hij die kans benutten. Hij heeft, denk ik, wat zelfvertrouwen gekregen met het eerste doelpunt. Dit doelpunt is vanuit een andere hoek. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. En Barça raakt de bal kwijt. Mario Götze. Gnabry. Hij komt met een schop. Ja, doelman pakt die bal. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Bal achter, dan krijgen we de doeltrap. Nee, hij komt helemaal verkeerd, alsof hij een vierkant hoofd heeft. Komt niet eens in de buurt. Ja, ik denk dat het te maken heeft met zijn verkeerde timing. Marco Reus. Serge Gnabry. Dit kan wel eens een kans opleveren. Die bal wordt geblokt door die speler. Choupo-Moting. Na de eerste helft verloopt rampzalig voor dit team. Het wordt echt lastig om dit in de tweede helft nog recht te trekken. Bij Barcelona loopt het van... Schiet op doel! Wat een mooi doelpunt. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? En dat is 3. Nummer 3 voor hem. Ja, onvervalste hat-trick.
Dat zijn van die geweldige momenten in de wedstrijd. Nog eens vanuit een andere hoek. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Barcelona slaagt er niet in en hij komt eruit met de bal. De doelman en die redding, mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Korte bal naar een teamgenoot. Daar zit iemand tussen bij dat schot. De blessuretijd gaat volgens de vierde official 5 minuten duren. Daniel Was. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Ja, doelpunt, schitterend. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. Hij blijft ze erin schieten, hè? Dit is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè? Fantastisch gedaan. Een andere hoek voor de herhaling. Grote tevredenheid hier bij de coach. Ja, hij ziet zijn ploeg de lakens uitdelen op het veld. En zie je het, dat bevalt hem wel. Ze zijn erg sterk uit de startblokken gekomen. En hebben in de eerste helft deze voorsprong opgebouwd. Hup, die schoenen tegenaan. Ja! Streep is dit. Hoe krijgt hij het voor elkaar? Zo ver van de goal. Ik kan niet eens zien. En dan scoren. Ja, dit verzin je gewoon niet. Dit is een magnifieke uithaal. Schitterend geschoten. De wedstrijd is al in de eerste helft beslist, lijkt me. Kijk eens naar die voorsprong. Marco Reus! Hij heeft hem! De doelman let heel goed op bij dit afstandsschot. Corner voor het doel gebracht. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Bal veroverd omdat ze meteen druk zetten. Die bal is hij kwijt. Het is rust. Zou het nu al beslist zijn in die eerste helft? Het team dat achter staat zal snel naar de kleedkamer willen. Waarschijnlijk om een deur in te trappen en anders om de tactiek te herzien. Ja, dat lijkt mij ook. Ik hoop dat ze de kleedkamer heel houden. Maar deze achterstand is natuurlijk wel dusdanig groot dat er ingegrepen zal moeten worden. En dan nu de tweede helft. Ik weet niet wat jouw verwachtingen zijn, Siert, maar ik denk niet dat de machtsverhoudingen opeens heel anders zullen zijn. Mario Götze! Zo! Gedenk! Kijk eens naar die bal, er komt rook vanaf als een space shuttle die door de dampkring komt. Ha! Het is al niet te geloven dat hij het vanaf daar probeerde. Wat een ongelofelijke pegel. Ik heb dit echt zelden gezien. Heerlijk toch, al die doelpunten. 1 team is duidelijk de baas. Alaba. Fritsch. Goeie steekbal, hoog gespeeld. Serge Gnabry. Hij neemt het schot. Die gaat er mooi in, zeg. Hij schiet hem van dichtbij in.
geen bijzondere prestatie, maar ik heb ze ook wel eens mis zien gaan. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Het is wel mooier dan scoren. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dumont weet hij goed onderscheppen, goed opgesteld. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Keeper redt en het spel gaat door. Netjes die bal weggewerkt. Axel Witsel. De bal is voor Real. Ja, op het doel. Een fantastisch doel. We gaan er even voor staan. Even klappen. En dat is echt een geweldige goal. Hij blijft maar gaan. Hij blijft maar gaan. Wat een actie. Hij komt steeds verder. Ja, elke keer weet hij uit de greep van zijn tegenstanders te blijven. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Komt steeds meer naar voren. Axel Witsel. Gutsen. Fritsch. Hij heeft de bal en kan nu snel de aanval zoeken. Goal! Real Madrid! Wat een mooie actie zeg van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. Een andere hoek voor de herhaling. Ze spelen hier ver onder hun niveau. De hele wedstrijd al. En de coach die zit zich echt op te vreten. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. De keeper pakt hem. Vrije trap voor Real Madrid. De scheidsrechter is hem genadig en laat het bij een waarschuwing. Oppassen hoor, want dit soort acties, dat is vragen om een kaart. Pats! Echt een lekker in. Doelpunt Alaba. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Choupo-Moting. Julian Draxler. Moet er wel binnen de palen mikken. Nou, dat zal hij al geprobeerd hebben, maar hij gaat in ieder geval ver naast.
Er komt een wissel aan bij Barcelona. Dennis Sirichev. Mario Götze. Dit begint er aardig uit te zien. En nu snel schakelen voor de counter. De speler blijkt in buitenspelpositie te staan. Radamel Falcao. Een goed uur gespeeld, nog een half uur te gaan. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Hij stoomt verderop. Hij pakt hem. De doelman let heel goed op bij dit afstandsschot. Het gevaar is nog niet geweken. Marco Reus. Ja, mooi gedaan zeg. Bal komt voor in het 16 meter gebied. Haha, net over de kop. Hij zat er wel goed bij. Nou, de volgende keer die bal naar beneden koppen, dan is het de goal. Barça raakt de bal kwijt. Marco Reus. Hij dacht, ik waag het er een keer op. En de doelman met een redding. Nou zeg, nog een hoekschop. Het wordt een korte hoekschop. Op het doel! Het schot is niet echt een spectaculaire redding nodig. Jadon Sancho. Gnabry. Hij zorgt ervoor dat dat schot spoort. Hij weet de bal makkelijk tegen te houden. Axel Witsel. Nani. Reus. Complimenten voor hoe deze speler vandaag paast. Nani. Ze zetten druk en komen weer aan de bal. Dennis Sirichev. Nog steeds aan de bal. Met die actie komt hij weer in balbezit. De scheidsrechter gebaart de spelers van Barcelona dat ze door mogen. Pablo Sarabia. De bal is voor Real. Nog 20 minuten reguliere speeltijd resterend. Radamel Falcao. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. Götze. Mario, en hij komt eruit met de bal. De doelman en die redding, mooi gedaan. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Goed geanticipeerd op die bal. Gevaar geweken. En de supporters laten zich horen. Ze zijn duidelijk bijzonder tevreden met wat hun ploeg hier laat zien. En dit zal ze nog wel een extra boost geven. Op weg naar de overwinning. Want daar lijkt het wel op uit te gaan draaien. Hij schiet. Net voor de doellijn weggewerkt. Daar schiet hij. De doelman met een redding. Op het eerste gezicht. Ook zonder doellijntechnologie vond hij dit geen doelpunt. Maar dat is natuurlijk niet altijd even duidelijk. Nou, iedereen kon toch zien dat hij niet over de lijn was. Ook al claimden die spitsen van wel. Ja, die doen er natuurlijk alles aan om de scheidsrechter op andere gedachten te brengen. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Daar zit iemand tussen bij dat schot.
Real Madrid krijgt de inworp. Daniel Vaz. Ja, op het doel. Goal voor Real Madrid. Een meesterlijke individuele actie, hoor. Moet je kijken, zeg. Hij komt van heel ver. Maar hij blijft maar gaan. En dat mogen die verdedigers zich toch wel aanrekenen. De trainer is uiterst tevreden over wat hij tot dusver heeft gezien van zijn ploeg. Ze zijn herenmeester op het veld. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Dit is toch een onvervalste afstraffing, hoor. Ze worden totaal afgebluft. Ja, het gebeurt natuurlijk heel zelden dat Barcelona op deze manier wordt weggespeeld, hè. Kijk eens naar die spelers. Die zijn er totaal niet gewend. Ziet, dit is een totale wanvertoning. Ik heb er geen ander woord voor. Komt-ie! De doelman keert die inzet. Nou, hij mag genieten van zijn welverdiende rust. Na een geweldige wedstrijd, toch? Ja, hij speelde zeker weten een uitstekende wedstrijd. En dat zal een goed rapportcijfer opleveren in de diverse media. De bal komt voor het doel. Serge Gnabry schiet op doel. Redding van het doelman. Lucas Hernandez. Hakim Ziyech. Nani. Barcelona levert er nog maar een keer in. Mario Kut. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Ja, doelpunt. Schitterend. Nou, zo deed hij dat. Aan je tegenstanders ontsnappen via de uitbraak. En dan netjes beheerst afronden. Doelpunt uit het doel. En ze gaan nog even door. Dit doelpunt was niet echt nodig. Maar hij zit er toch in. Ja, wat dat betreft kennen ze geen genade voor een tegenstander. Onbarmhartige nederlaag. Pief, paf, poef. Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Lucas Hernandez. Opnieuw balverlies. Voor Barcelona. Vrije trap voor de FC Barcelona. Hakim Ziyech. En dan een voorzet vanaf de vleugel. Goed geanticipeerd op die paas. Hij zit ertussen. Royce. Hij mag er langs van Boateng. En nu heeft hij de ruimte om over te steken. Uitstekend gedaan, keepertje. Oog in oog met die aanvaller. Maar hij pakt de bal. Ja, en daarmee behoedt hij zijn ploeg voor een nederlaag. Cruciale redding. Die doelman moet opletten. Witsel. Barcelona slaagt er niet in de bal in de ploeg te houden. En nu snel schakelen voor de counter. En hij pakt die bal. Oh, maar
wat was dat een kans op de zegen, zeg. Tja, hij kwam alleen voor het doel. Maar ja, daar staat dan ook nog een keeper. En die levert puur vakwerk af. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd kreeg. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Mario Kutsen. En die gaat over de doellijn. Dit doelpunt in de blessuretijd is alleen om de uitslag nog iets mooier te maken. Zal het eigenlijk toch al worden. Nou, als het toch duidelijk was, dan is dat nu wel. De winst is binnen. Ja, Kattenbakkie, ze hebben hun tegenstanders op alle vlakken afgetroefd. Alle vlakken. En zo tegen het einde van de wedstrijd maken ze nog een doelpunt en is het duel echt beslist. Nog 5 minuten blessuretijd en dan is de klus geklaard. Maar 5 minuten kunnen heel lang duren. Ja, van het publiek mag het ook wel afgelopen zijn. Ze hebben de overwinning bijna binnen. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Wat een mooi doelpunt. Ja, in de blessuretijd pakken ze dan nog een doelpunt mee. Deze hadden ze natuurlijk niet echt meer nodig. Het was al lang duidelijk wie er hier met de winst vandoor zou gaan. Maar deze goal maakt het helemaal definitief. Ja, dit wordt een dikke en verdiende overwinning. Helemaal niet zo pas te doen. De voorsprong is door dit doelpunt nog groter geworden. De zegen komt daardoor niet meer in gevaar. Barcelona levert er nog maar een keer in. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. En de keeper pakt die bal. Wat een actie, zeg. De speler ging alleen op hem af, maar faalt. Dat is vooral te danken aan de redding van de keeper natuurlijk. Van die kopbal ligt geen enkele keeper wakker. Nee. Ze zullen echt met wat beters moeten komen. Mario Kutsen. Ja, op het doel. Ja! En een redding. Ze krijgen die bal maar niet weg. Ja, geweldig! Doelpunt! Ze weten die hoekschop optimaal te benutten. Dit soort momenten kunnen wedstrijd beslissen. En je ziet hier dat het belangrijk is om te blijven oefenen op hoekschop. De bal wordt precies goed geraakt. Zo'n inzet is heel moeilijk tegen. De wedstrijd al gespeeld, nu ze de voorsprong nog groter maken. Pas lijkt nergens op, hij levert de bal zo in. Hij fluit voor het einde van de wedstrijd. Hij speelde werkelijk een fenomenale wedstrijd. De zegen is voor een groot deel aan hem te danken. Hij was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning.